Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is toch behoorlijk bewolkt boven Nederland en daarbij valt uit die dikke bewolking ook nog eens af en toe wat regen. Vanuit het zuidwesten komen enkele opklaringen ons land binnen, maar vanmiddag zal het op de meeste plaatsen toch wel tamelijk bewolkt zijn. Vanochtend is het veelal grijs, lokaal valt wat regen en later in de ochtend kan er in het noordwesten en in het zuiden de zon nog af en toe gaan doorbreken. Maar vanmiddag dan overeerst de bewolking, alleen in het noordwesten schijnt af en toe de zon en verder valt er met name in de noordelijke helft van het land af en toe wat regen. De temperatuur daarbij loopt op naar ongeveer 5 tot 8 graden en de wind die is daarmee meest matig uit zuidelijke richtingen. Vanavond komt er vanuit het westen dan een nieuw gebied met regen over het land. Daarmee krijgt heel het land te maken. Het kan op sommige plaatsen toch wel eventjes flink doorregenen. En misschien dat er komende nacht wel 15 mm of meer valt plaatselijk. Morgen is het dan eerst grijs, met in het oostelijke helft van het land in de ochtend vooral nog wat regen. Later op de dag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog en wordt het ongeveer 4 tot 8 graden. De komende dagen is het vaak bewolkt en valt er af en toe regen. Dinsdag valt er af en toe wat motregen en is het een grotendeels droge dag. Woensdag en donderdag valt er vooral buiige regen en overheerst de bewolking nog steeds met temperaturen in de middag rond 10 graden. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.